Zo toch of niet? Dus. Ik heb net een paar minuten geleden het officiële stuk gekregen. Er zat een embargo op, mocht niet uitlekken. Dus ik heb hem net ingelezen, 4 pagina's lang. En die ga ik zo proberen voor te dragen aan de mensen die hier aanwezig zijn. Het was niet heel druk en losser. Zo'n 25 mensen hadden de moeite genomen om te komen demonstreren. Wij zijn hier vanmiddag allemaal in Losser bijeengekomen voor de actie Ouderenzorg, de zorgpremie. Er is maar een kleine opkomst, wat ik zeer jammer vind. En ik had eigenlijk zelf verwacht dat als het om de ouderenzorg gaat, dat een hele hoop mensen daar ook voor zouden komen in plaats van enkel te klagen. Ik had ook meer mensen verwacht, maar helaas kun je niks aan doen. Nederland is toch teruggetrokken op dat gebied. Maar ik vind, wij moeten massaal in actie komen. Dat vind ik heel belangrijk. Geachte majesteit, beste Willem-Alexander. Wij, de gedeputeerden van de Staten-Generaal, reageren op u en uw troonrede op de derde zaterdag van oktober. De volksrede moet de tegenhanger worden van de troonrede, met alternatieven en met kritiek. Te weinig geld voor ouderen, te weinig geld voor de jeugd. Dus het wordt steeds gecomprimeerder, de zorg wordt steeds kleiner in plaats van dat het expandeert. Wordt de zorg steeds minder. Kijk, steeds meer richting mantelzorg is ook geen slechte ontwikkeling. Maar het geld voor de zorg, dat moet er altijd zijn. En ook goede zorg. Vervolgens gaat de groep op pad door het centrum van Losser. Waarom loopt u mee? Gewoon voor een goed doel. Met de bezuinigingen veel te ver gaat. En ik heb zoiets van, wij als Nederlanders hebben geen fatsoenlijke rechten meer. Terwijl wij toch aan Nederlanders dit land ook op hebben gebouwd. En daarom loop ik eigenlijk mee. Er werd niet alleen in Losser gedemonstreerd. Ook in Zwolle, Amsterdam en Den Haag gingen mensen de straat op. En er gaat nog veel meer gebeuren de komende tijd, zegt de organisatie. Hopelijk is het dan wel wat drukker.